Al jouw liefdes. Pot, zit je onder de duim? Dus uit, ga jij even een hand geven? Ja, hi, ja sorry. Hi. Is bloed mooier dan ik Hosmer? De nieuwe liefde van YouTuber Gio. Oh, hoe zit dat dan? Dat klopt. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Hij is er weer. Hey, fijne kerst ten eerste. Ja, jij ook, man. Wat heb je gekregen voor de cadeautjes? Ik heb gewoon wat chille dingen. Onderbroeken, sokken. Ik heb een cocktail shaker van Bo. Ah, lekker bro. Lekker, en lekker. Ik heb net pas Bo de cadeau besteld. Wat? Wacht, nu pas? Ja, want ze hadden het niet eerder. Dat was wat ik bij de Zara wou. Een jurkje? Ja, een jumpsuit. Maar dat mag ze eigenlijk niet weten. Ze moet niet kijken. Ook op de eerste kerstdag het pas bestellen. Nou, maakt niet uit. Jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom terug. Dus nogmaals weer deze nieuwe vlog. Het is vandaag de allereerste kerstdag. Ik heb jammer genoeg deze ochtend geen kerstdag bij. Maar wat ik wel heb, zijn UX. En kijk eens hoe lekker dit loopt. Ja, oh. Laat me even je outfit filmen. Je hebt echt een kerstoutfit. Is het een kerstoutfit? Ja, gewoon zo'n winteroutfit. Lekker UX. Zo'n houttakkersbloesje. Dat is lekker, hè? Ja, het ziet er top uit, man. Ja, oh, nee. Nu al? Nee. Nee! Wat zei ik tegen jou? Ik zei nog tegen jou, direct ga jij ze verzieken. Bro. Oh, gee, wat is dit ook? Fuck! Dit meen je niet. Durf jij melk te FaceTime? Ja. Even afmaken. Ja, maar water gaat er toch wel uit, bro. Ja, maar het is wel echt lastig materiaal. Je moet eigenlijk insprayen, zeg ik. Oh, ze klikt me weg. Oh. Als ze mij nu wel opneemt, hè? Als ze mij nu wel opneemt. Waarschijnlijk wel. Ze appt me met een vraagteken. Ze zegt, vraagteken, ik zit bij mijn schoonfamilie. Ze zit te twijfelen, ga ik opnemen. Ik zit bij mijn schoonfamilie. Hé, hey, neem je mij wel op? Ja, ik zit bij mijn schoonfamilie. Oh, hé, Nee. Dit is water. Kan dat eruit? Daaronder zit wel een beetje tandpasta, maar... Ik ging tanden poetsen en ik wil mijn outfit laten zien en blijkbaar viel de tandpasta gewoon van mijn wasbak erop. Maar ik heb het nu met water... Ben je boos? Alleen teleurgesteld. Oh, dat is nog erger. Dat is nog erger dan boos. Maar, ik heb het gedept en ik hoop dat het eruit gaat. Ja, ik hoop het ook voor je. Nou, hoe krijg ik dit eruit? Het moet opdrogen nu, toch? Ja, kan je niet even met de veen proberen of zo? Oeh, dat is best slim. Oké, ik ga het even proberen, ja? Ze klonk echt fucking terug. Ja, gast. Ze was niet eens boos, ze klonk echt goed. Deze dingen zijn ook moeilijk te bestellen, waarschijnlijk ziek de best gedaan. Oké, de veun. Kijk daar uit bij die wasbak. Bro, ik heb niet eens een veun meer, denk ik. Ik denk dat jij het niet gelopen. Ja, dit hele huis is leeg sinds jij er weg is. Ik heb geen fucking veen meer. Misschien. Kijken of ik niet opeens vieze dingen... Ja, dat wordt geen veun. Jammer hoor. Lekker begin van de vlog. Nou, kijk eens wat deze meneer aan heeft. Ben je even Feyenoord toevallig? Nee hoor, dat is... Hij staat wel echt leuk, hè? Goed, hè? Ja, toch? Dat is een merk. Mooi truitje. Ja. Ja, mooi. Ja, ik blend helemaal mooi in met het interieur. Nou, kijk eens. Hallo. Zo, die stoel zat nog steeds naar achteren. Toen ik hier zat. Ja. En, ga je mee? Nee, de vrouw heeft me echt... Ik maak je kapot. Zit je onder de duim? Nee, daar zou ik zeker mee gaan als je kapot maakt. Ja, nee, ze zei... Ik weet zeker, Gio kennen het, duurt het altijd weer te lang. Mis je weer de kerst bij ons thuis? Ja, nee, dus ga nu ophalen. Ga daar maar niet mee. Ja. Oké. Okay. Maar ik wens jullie wel veel plezier. Ja. En een fijne kerstavond. Ja, ja hetzelfde. Ja, je moet even slapen nog volgens mij. Een beetje moe. Oeh, we staan nog dicht. Ja. Dus we gaan nu de vlogmas intro... Starten. Doen, starten! Ja jongens, wij zijn onderweg naar Utrecht toe, want dit is de 8e of 9e van de 10 afleveringen, als ik het goed zeg, van de vlogmas. En vandaag, ja, vertel jij het eens. Jij kan het weer even mooi vertellen. Jij zit lekker naast mij. Even de keel roggelen. Nee, het is de 7e trouwens, oh. Toch? De 7e. Ja, we gaan naar een meisje toe, in Kokengen. Die heeft een mailtje geschreven voor haar opa. Haar opa is ongeneeslijk ziek.
En zij had de wens om heel graag nog met het gezin, met de familie, eigenlijk ja, weg te gaan. Ja, dus wij gaan ze verrassen met een weekendje weg. En nog iets anders leuks wat achter in de auto ligt, maar dat kunnen we straks pas laten zien. Ja, dus, hij houdt ook van feestjes. Hij houdt van feestjes inderdaad. We hebben ook wat bijgedaan dat het feestje wat leuker zou kunnen maken. Ja, maar ik moet rijden, aangezien vannacht lagen we natuurlijk pas echt 3:30 in bed. En mijn hele toy die is helemaal ervan af. Die heeft zich helemaal klem gezopen gisteren, dus... Het is wel heel moe. Het ziet er moe uit, geloof ik. Nee, maar, valt wel mee. Ja, echt? Ja. Wat ik ook nog wilde zeggen, is natuurlijk... Ja, we gaan nu naar deze... naar dit gezin toe. En ja, wij hebben natuurlijk zelf vanuit zoveel duizenden mailtjes 10 kunnen uitzoeken. En ik ben zelf een beetje bang dat de ander zegt van, goh, mijn verhaal en dit en dat. Ja, dat is best wel, daar zit ik zelf een beetje dat een mee. Ander verhaal heftiger is dan een ja, ander. Ja, weet je wel, dat heb ik een beetje. Van, ja, er zijn duizenden mailtjes binnengekomen. Dat is uitgezocht door een team. En dan gaan we kijken. En dan wordt er en ja, daarop hebben wij natuurlijk een hele selectie gekregen. Ja, het is sowieso natuurlijk moeilijk ja, kiezen. Dus, dat is zo moeilijk, weet je wel. Maar dit was gewoon ook een heel ja, mooi verhaal. En dat wil dus niet zeggen dat andere verhalen niet minder mooi waren, absoluut niet. Het is echt een verschrikkelijk weertje, jongens, vandaag. Het is echt diep triest, maar dat moet de pret niet bederven, want wij gaan deze mensen natuurlijk wel blij maken. We hebben er net even gebeld, ze klonk heel blij aan de telefoon al. Meisje Luna heet ze. En even kijken, we moeten als het goed is hier ergens zijn in de straat. Ik wil even goed zoeken waar precies. Ik heb dus heel slim geen jas meegenomen. Jongens, dit is echt helemaal niet slim. Oké. Nou, het valt mee. Het is niet dat het stort, het misert meer een beetje. Oké, moeten we dit gelijk eruit tillen of... Hè? Ik denk het wel. Ja? Oké. Kijk eens. Opnieuw word ik helemaal nat straks. Daar komt het. Dit is de set, hè? Hier zit ik al. Waar heb je de check dan? Hè? Ja, die ligt op de achterbank. Maar wat doen we? Laten we eerst deze uitpakken? Ja. Hier zo ligt namelijk... Ja, wacht maar. Ik neem deze wel mee, ja. Natuurlijk. Kijk eens aan. En het is natuurlijk zo dat ze graag samen met z'n allen nog van gezelligheid houden en dat ze bij elkaar willen zijn. Ja. Vandaar dit cadeau. Ja. Oh, het begint echt heel hard te regenen. Ah ja, ik heb geen jas mee. Heerlijk. We hebben aangebeld. Ja. Kijk ze bij je kop. Ja, hallo. 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 Zitten we goed? Ja. Ja, hè? Ja. Dan ga jij maar eerst naar binnen. Zal ik eerst naar binnen gaan? Ja, gefeliciteerd met je opa trouwens. Ja, dankjewel. Ja. De eerste. Er is heel veel voorzien. Oh. Ik hoor het. Ik ga jij even een hand geven. Ja. Hi, ja, sorry. Hi. Waar is die jaar? Opa. Zijn jaar in binnen. Hallo allemaal. Hi. Hi. Opa. Zo, wat een drukte hier zo. Een hond. Hi. Hi. U bent de jarige. Ik geef even de linkerhand, ik heb mijn camera vast. Hi, gefeliciteerd. Hey. Ik weet misschien van waarom komen wij langs? Of ja, dat kan ook wel iedere keer helemaal. Ja, we hebben een mailtje gekregen van je kleindochter. Ja. We hebben een beetje verhaal gehoord dat je ook ziek bent. Ja, klopt. Je bent ook jarig vandaag. Ja, klopt ook. Okay, vandaar dat we al de wens vandaar, ja. En haar wens was eigenlijk, nee, vertel het zelf maar. Ja, ja, ik had een mail gestuurd dat ik graag met mijn hele familie een nachtje weg zou willen. Oh, dat is helemaal voor thuis. Ja, wij, hè? We zijn pas geweest. Niet de crush. Wat? Wat de crush. En wat je ook had gezegd, dat jullie best wel van gezelligheid houden, van feestjes en alles. En daar is een beetje dit cadeau op gebaseerd, zeg maar. Dus ik denk dat ik deze als beste eerst kan uitpakken, ja, hè? Ja. Kijk nou weer, kom nou weer. Ja? Ja. Ik heb nog wat hier. Dan gaat even zitten, want ik ben ja, ik ga even kijken. Maar, hij is goed ingepakt. Jij is ook niet even helpen, hoor. Moet ik scheuren? Oh. Hebben we een schaar of iets? Een stofzuiger. Ik ben nou moe. Goeiedag. Volgens mij is muziek in. Zo. Hey.
Dit is dus bedoeld eigenlijk ook de wens van Luna. Van mijn opa houdt ook van feestjes, van gezelligheid. Dat had ik al een beetje in de gaten, geloof ik. Dit is dan een karaoke set dat jullie met z'n allen gezellig kunnen zingen en een feest kunnen bouwen. Oh, ik probeer die herrie. Je kan hem ook zachter zetten hoor. Ja. Maar, dan hebben we hier dus natuurlijk... Dat is geen kraslot. Deze kan je wat makkelijker openmaken. Fuck nee, jongen. Dit kijk helemaal niet. Lees eens voor. Gaan we dit week of een weekend weg voor 18 personen. Zo. Ik vertrouw het niet. Er zit meer in. Het is echt. Nee. Ik dacht een check was. Ja, dat is het ook. Het is inderdaad een check. Dankjewel. Dankjewel. Nou ja, en nou? Ik denk dat je best... Het is een... Kussie. Kussie. Je kan met 18 personen heerlijk een midweek of een lang weekend naar een van de huizen van de Europarks. Ja. En wij wisten natuurlijk nog niet wanneer en waar. Dus dat moeten jullie eigenlijk met de familie even uitzoeken. En wat we dan ook nog voor zorgen is wat jullie zelf willen. Ik weet niet of jullie uit eten willen daar. Daar zit een restaurant bij, maar dat is dan altijd allemaal een beetje verschillend. Ja. Of je wilt misschien met z'n allen lekker gourmetten. Dan regelen we dat ook nog. Mag ik zelf kiezen. Het zijn twee huizen van 10 personen. En je kan het. Je kan zelfs nog misschien met een leven vanzelf. Herken je hem niet van het filmpje? Ja, ik ben... Die waren gestuurd? Ja, ik ben bekend als hij, hoor. Welk filmpje heb je gestuurd, dan? Ja. We hadden een filmpje gestuurd van TikTok. Ah. Ik heb haar opa gestuurd. Ah, cool. Ik hoop dat hij jou zou herkennen. Ah. Veel stroom binnen. Ja. Oké, we hebben nog even een TikTok gemaakt op Love Song, jongens. Kijk eens. Komt ie. Hop. Met een kusje. En hop, een kusje. Lekker. Wij gaan er weer vandoor. Ja. De groetjes. Ik hoop dat het leuk gaat worden. Ja. En we krijgen al video's of iets waarschijnlijk. Ja, en de TikTok, die komt online. Hè? Ja, die komt online. Ik moet nog even een video maken. Oh, oké. Okay. Video. Oh. Maakt hem. Hartstikke moeilijk. Ja. Oh, wat helpt op, jongens. Yeah. Top. Nou, fijne dagen. Doei. Top. Nou, dat was even leuk, jongens. Ik ben heel benieuwd. Zij kunnen dus echt een midweek helemaal naar een heel mooi park toe en alles en leuke dingen doen. Van Europarks. En nu is het voor ons tijd om kerst te gaan vieren. Ja. Hey. Ja, ja. Wat een chaos trouwens daar binnen. Zo, dat was echt heel veel mensen. Dat was een drukke... Dat lijkt eigenlijk een drukke kerst dan een grote familie. Maar... Nou, maar dit was niet alleen familie volgens mij. Hè? Dus het was visite en familie inderdaad, dacht ik. Wel leuk met kerst dat iedereen natuurlijk zo helemaal... Tenminste, niet iedereen, maar de meeste mensen allemaal zo samen zijn. Oh, hij staat niet scherp, jongens. Een Panamera. Papa, wanneer kan ik hem nou gaan ophalen? Volgende week hoop ik voor je. Ja, dat zei je 2 weken terug. Ja. Nee, volgende week. Oh. Jongens, wij zijn weer onderweg naar huis. En mijn vader gaat me even afzetten thuis. En Jade, die heeft mij natuurlijk een cadeautje gegeven. Twee dagen terug. Dus ik denk dat ik haar straks even ga bellen. Want natuurlijk best wel een beetje gekjes, aangezien we uit elkaar zijn en ze beton een cadeautje gegeven heeft. Maar... Heb jij haar ook nog gegeven? Nee, ja, dat is dus echt super lullig. Oh. Ja. Maar je had niet meer verwacht. Ja, ik had niet verwacht dat ze wat van mij gekocht had. Dus ik heb ook niks voor haar gekocht, zeg maar. Had ze dit toch eerder gekocht? Ik had ook natuurlijk. Ja, nee. Dus een beetje gekjes, maar ik ben heel benieuwd wat ze natuurlijk voor mij gekocht heeft. Dus we zijn over 36 minuten thuis en dan ga ik het maar eens openmaken, want het zijn 2 dingetjes volgens mij. Wat denk je dat het is? 2 dingetjes. Een briefje erin met prank. een slipje en een BH. 2 dingetjes. Zou wel leuk zijn. Nee. Dat weet ik veel. We moeten het dat is een goed cadeau. Ja. Daar teken ik voor. Nou, dit was van mij en mag jou. Ja. Dit is een leuke. Ik zie Songs to Scream in the Car. Nou, wat hebben we dan? Even kijken. Fly Away. Fly Away. Ik vind het niet echt Scream. Oké, deze dan.
volledig in slaap. Ja, wat is dit? Ik volledig in slaap te vallen. Wacht, wacht, daar komt-ie. Ja, deze is ook wel nice. You cut out a piece of me and now I bleed eternally. Yes, I'm without you. Oh, snel naar binnen, snel naar binnen, snel naar binnen. Weet je de code niet? Nee. Oh. Ondanks dat het dus vandaag zo'n vies en regenachtig dagje is, jongens, ziet dit er altijd wel magisch uit zo bij de ramen. Als de tuin zo'n beetje donker is, hier zat het licht aan. Hè? Nee, dit is ook mooi inderdaad, absoluut. Ja, het ziet er wel zeker weten. Gewoon gaaf uit. Kijk, zonnetje dan is het mooier, maar... Ja, maar ik moet altijd, en dat zeg ik altijd over dit huis, elke weersomstandigheid is cool eigenlijk hier zo in dit huis. Moet ik zeggen. Sneeuw heb ik dan alleen nog jammer genoeg nooit gezien. Maar het feit dat je gewoon heerlijk je grote ramen hebt en je kijkt zo je tuin in. Je kijkt toch zo de natuur in eigenlijk. Ja, ja je hebt, dat is echt het gevoel. Je hebt altijd het gevoel alsof je buiten zit in dit huis. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is net inderdaad. Ja. Het is net alsof je buiten staat nu. Vooral dit gedeelte. Want het is wel lekker warm. Ja. Iets wat trouwens wat ik gezien heb en wat jullie zeiden, dat is ook wel een goeie. En dat heb ik eigenlijk al heel vaak gezegd ook. Van, ik zou echt een keer mijn huis onder handen moeten laten nemen door een interieurstylist. Want dit zijn natuurlijk nog steeds de meubels die ik van de vorige bewoners heb overgekocht. Om het gewoon één keer echt ziek te laten stylen. Gewoon helemaal opnieuw in te laten richten. Want eigenlijk heb ik bijna geen meubels echt zelf gekocht. Nee, klopt. Dat is nog van de vorige bewoners, die bank is van de vorige bewoners, deze bank is van de vorige bewoners. Die kast is dan zelf inderdaad, nou het schilderij is zelf. Eigenlijk moet ik het echt een keer helemaal laten pimpen. Ja, kijk, ik moet wel zeggen, kijk, het kan je smaak zijn of niet. Ja, het is niet mijn smaak. Nou ja, dit is, maar het is wel, hoe moet je dat zeggen? Mooi, high-end meubels. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar ja, ik ben er dus helemaal niet in thuis. Dus eigenlijk heb ik misschien tips voor jullie nodig. Hebben jullie nou tips van bij wie moet je dan aankloppen? Wat zijn goede interieurstylisten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Of misschien jullie zelf wel. Hey. Kunnen mensen niet de afmetingen vinden van mijn huis? Dat ze gewoon zo'n 3D-tekening maken. Ja, maar ik denk als jij gewoon stel dat je wil, een nieuw bankstel, ander kleed, andere tafel. Ja, maar interieurstijl is altijd wel echt, sorry hoor. Als je naar zo'n Erik Kusters bijvoorbeeld kijkt van dat penta waar ik laatst geweest ben. Ja, dan denk ik echt, dat is ziek. Daar zit ook wel heel een groot prijs. Ja, dat betaal je wel. Heel goed. Ja. Maar dat zou ik wel een keer kunnen doen in plaats van een nieuw huis kopen, zeg maar. Sorry. We hebben al wel eens contact gehad met iemand hoor, die was... Oké, jongens, tijd om Jade te bellen. Want ik ga de cadeautje uitpakken. Opnemen. Hey. Hi. Ik ben aan het opnemen trouwens ook. Ja? Dat je het weet. Ik ben even weggelopen van mijn kerstdiner. Ben je weggelopen van je kerstdiner? Nee, ik was aan het koken, maar ik zei dat ik eventjes moest bellen. Oh. Je moest eventjes bellen. Oké. Moet ik met deze beginnen? Ja. Oké. Ik voel me wel echt lullig trouwens dat ik voor jou niks heb. Hoezo? Je hoeft het toch niet eens kerstcadeaus te doen, maar wat ik al zei, ik zag het liggen en ik was kerstcadeaus aan de shop terug. Oh, dat is wat voor Gio, neem mee. Ja. MDNSS, een trui. Zo'n fluffy trui. Ja, jij leefde echt vorig jaar in die Black Bananas. Die van Black Bananas inderdaad. Zal ik hem aandoen zo? Ja. Dat is wel lekker. Ik ga hem aandoen nu. Maar altijd als ik nu een daddy trui zie, dan denk ik aan jou. Dat jij altijd in die, je vond die daddy trui van Black Bananas altijd zo lekker. Ja, klopt. Ik zie hem ook steeds hangen in mijn kast en dan denk ik, ga ik hem weer aandoen? Dan denk ik, nee. Ik ga deze. En dit was echt zo'n witte teddy, echt zo'n ijsbeertje. Yeah. Is het leuk? Oeps. Ja, ik moet even opstaan. Ja. Heel leuk. Mooi. Leuk. Oké, en dan dit. Nou. Hey, er is meer een grapje, maar... Dit is een grapje? Ja. Een parfum gold digger for men staat erop, jongens. Maar hij ruikt dus oprecht heel lekker. Maar ja? Ik dacht, deze moet ik gewoon meenemen. Maar hij ruikt dus echt heel lekker. Nou, heb ik tenminste nog één gold digger in mijn leven. Huh? Jij zelf? Ja, nu heb ik een gold digger dus. Wat? Nou, jij bent weg. Ik moet hem even ruiken. Ik ga hem even ruiken. Oeh. Hij is lekker, hè? Ja, heel lekker. Nou, top. Nou, ik ga weer even verder helpen met koken. Dankjewel. Dus het brandt straks helemaal kabeljauw. Ja. Succes. Veel plezier bij je kant. Jij ook. Doei. Hang op dan. Nou jongens, leuk toch?
Ik word hier ook gezelschap gehouden door de twee katten, die komen gelijk lekker kijken. Hey! Leuk hè? Nou, en kijk eens jongens, dit is mijn truitje. Hij is wel echt lekker fluffy en warm inderdaad. Ik hou hem ook gewoon lekker aan nu. Ik ga even een koffietje nemen. Oh, nu moet ik eigenlijk ook echt wel een cadeautje voor jou kopen. Dat is wel echt lullig. Een beetje gekjes natuurlijk misschien. Ook niks voor mijn vrienden gekocht. Eigenlijk moet ik wat voor hun kopen misschien. Maar ik moet ook zeggen, kerst is misschien ook wel natuurlijk alleen echt familie. Hebben jullie kerstcadeautjes voor jullie vrienden gekocht? Laat maar weten. Of voor je ex. Dat lijkt me helemaal niet. Ja, het is vochtig in de lucht. En wat betekent dat? Het noorderlicht. Zo, je hoort schoten, vuurwerk. Zijn geen schoten, maar kijk eens. Oh, yeah. En ik ga er vandoor, jongens. Ik ga het noorderlicht hier zo verlaten. Jeetje, het is wel heel heftig weer deze avond. Het komt echt door het vocht in de lucht weer. Bizar. Nou, ik ga naar familie toe. De kant van mijn vader. Dus mijn opa en oma daar. Tante, nichtjes, alles erop en eraan. Wordt superleuk. Goh, kijk dan, hoor, joh. Door het raam ziet er helemaal ziek uit. Oh, dat vocht zie je daar ook beneden, zie je? Het valt nu echt heel erg op, zo. Wauw. Dus, alles ziet er mooi uit. Schoon, hoppakee. En doei, poesje. Doei, doei. Dag, dag. Kijk, dit is trouwens die parfum van jaren. Gold Digger. Nice. Lachen. Mooi, hè, poes. Ja. Oh, ik ben echt heel... Oh, dat is mijn kauwgom. Ik ben echt heel veel weg deze dagen. Heel veel weg van huis. Bijna zielig voor poesjes. Maar ja, zoals jullie weten, die zijn ook wel wat... gewend dat we veel weg zijn. Ja, en ik heb een parkeer... Nou, geweldig. Een parkeerplekje. Daar moet ik ergens zijn. Perfect, jongens. Bijna voor de deur. Tenminste, mag ik je parkeren? Ja, toch? Kijk dit dan. Ik zie helemaal niks. Lekker die achteruitrijcamera. Ik ga hem even schoonmaken. Want dit gaat niet werken natuurlijk, hè. Kijk, even een beetje schoon. Hoppa, dat zien jullie niet waarschijnlijk. Dat ik... Kan ik tenminste zien hoe ik ga parkeren? Ja, ik kan ook in mijn spiegels kijken, maar camera heb je niet voor niks, hè? Aangekomen bij familie. En kijk eens wat er klaar staat, jongens. Kijk eens wat er staat. Carpaccio. Nou, eet smakelijk allemaal. Ja, lekker. Ja, maar dat... Hé, opa, ben je nou begonnen? Ja, je mocht beginnen. Nee, dat mocht nog niet. Ik had de Fiat. Nog niet iedereen heeft eten. Nee, opa, dat kan niet. Opa, dat kan niet. Opa, ook al. Nee, ik ben er niet. Je bent ook al begonnen. Ja, maar dan wordt het koud. Dat is al koud. Nee, opa, zo ben ik niet opgevoed, hoor. En dan gewoon door eten ook. Nee, doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Als jullie dadelijk allemaal klaar zijn, dan ga ik beginnen. Ja, is goed. Ja, het ziet er wel heerlijk uit. Opa, wat vindt u er nou van dat iedereen u altijd geniaal noemt? Lees u de reacties al eens? Jazeker, jazeker. En dan begrijp ik dat gewoon niet. Je begrijpt het niet? Nee, dat denk ik niet. Ik dacht dat je ging zeggen, je begrijpt het sowieso. Nee, nee, nee. Ik denk, nou ja, misschien hebben ze wel gelijk. Ik wist het nog niet. Vind jij opa geniaal? Geniaal. Ja. Vindt hij dat ook? Ja, ja, ja. Ja. Oh. Ja. En jij? Ik? Vind jij opa geniaal? Ik vind opa super geniaal. Zo. Ja, weet je ook geniaal? Opa is de meest geniale man die ik ken eigenlijk. Zo, hey, hoor je dat? Ja. Hoop levenservaring. Nou, wat levert dat op? Ja, dan moet je even nadenken. Dat is een goede vraag. Zo'n grijs hoofd. Ja, grijze haren inderdaad. Mijn tante die zit net een artikel te lezen. Wat leest het nou eens voor? Is bloed mooier dan Nick Hosman? De nieuwe liefde van YouTuber Gio. Nou, hoe kom je daar nou weer bij? Waarom heb ik dit zelf nog niet eens gelezen? Het staat er allemaal in, hoor. Ik vind alles over je. Staat er allemaal in. Wat vind je er nou van dat je het allemaal leest over je neefje? Ja, grappig. Alleen, het klopt niet, hè? Nee. Wij weten hoe het echt zit. Oh, hoe zit het dan? Dat het niet klopt. Ja, dat zeggen we niet. Zo. Ja, dat zeggen we niet. Oh, leuk hè jongens, al die roddels. Leuk. Er is ook zo'n knulletje wat ook over jou praat. In het oranje is. Een knulletje over mij? Een knulletje over jou. Wie is dat knulletje? In het oranje, maar ik weet ook niet hoe die... Je hebt een beetje zwart haar en die weet ook alles over jou te vertellen. Op YouTube. Ik heb geen idee. Ik weet niet waar dat staat. Kijk, hier staan ze allemaal. Oh, wie zijn dit? Al jouw liefdes. Oh, dat zijn ook weer van die sites die dat doen. Ja, dit is mannenpraat. Oh, no. En wat staat er nog meer bij dan? Is een oranje, een jongen in het oranje. Na zijn relatie, nu zijn relatie, ik heb geen leesbehoor, hè. Nu zijn relatie met Jade Anna voorbij is, lijkt YouTuber Gio al gelijk op zoek naar een nieuwe vriendin. Nou ja.
Lekker blijkbaar. Het schijnt dat hij zijn oog heeft laten vallen op deze parel van een dame. En waar wordt dat op gebaseerd? Gio heeft onlangs laten weten dat de relatie tussen hem en Jade Anna voorbij is. Even kijken hoor, hier. Nou, er gaan enorm veel geruchten over rond. Nee, ik zie het zonder leesbril. Ik snap het, het is goed zo. Ja, jongens. Gelukkig laat je alleen je oog erop vallen. Ja, alleen mijn oog. Ben je oma een beetje op de hoogte aan het brengen van alle roddels? Ja. Wat vind je van alle roddels, oma? Ik wil het ook graag weten, natuurlijk. Ja? Wat vind je ervan? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Niet zoveel, hè? Volg je het wel allemaal, oma? Ja, elke dag de vlogs. Nee, ik volg maar de roddels niet. Ja, de vlog alleen hem. Ja, maar de roddels. Zie je de roddels ook voorbij? Die zoek ik wel, ja. Die kom ik tegen. En dan lees ik ze wel, ja. Oh. Ja, maar heb je dat dan gevonden? En dat is ja, niet Google zegt dat. Op Google. Allemaal Google. Kan ook. Kijk dan even hier zo in de hoek, jongens. Oh, wat een lekker hondje ligt hier. Hij slaapt helemaal. Ga ik hem nu wakker maken? Oh. Even de poot strekken. Even de poten strekken. Als je hem wakker maakt, moet je uit, hè? Moet ik hem uitlaten dan? Ik laat je slapen. Het regent, jongens. Ik ga niet uit. Dus. Het toetje voor vandaag. Kijk eens wat lekker, jongens. Oh, een kerstman. In de vorm van een donut. KitKat. Zo, lekker, man. Kijk eens wat heerlijk. Kijk, deze donut is een roze cookie monster, lijkt het wel, jongens. Kijk eens. Alle hapjes. Zo, jongens. We hebben eigenlijk niet eens alle hapjes op. Er staan nog veel te veel op tafel. Oma, eet eens een beetje door. Nou, ik zit helemaal vol. Ja. Deze benoemd. Ah, omaatje. Nee, ik zit echt helemaal vol. Hop, gooi maar naar binnen. Echt heel veel. Hé, hey, kom even buiten. Ik kan wel zeggen, ja, daar hoef je geen maaltijd voor te hebben, hoor. Zo veel hapjes. Ja, het veel hapjes, hè? Heel veel hapjes. Heel veel. Oeh, en let op. Oh. Oeps, die moest ik even inhouden. Zo jongens, heel gezellig gehad bij de familie. En nu gaan we weer lekker terug naar huis. Het was even leuk. We hebben lekker wat gegeten. We hebben carpaccio op, zoals je zag. Van allerlei dingen. En ik ben benieuwd wat jullie gedaan hebben. Waarschijnlijk heel veel mensen gegourmet. Aangezien iedereen dat altijd doet. En dat betekent dat wij de eerste kerstdag bijna gehad hebben, jongens. En de tweede kerstdag is natuurlijk morgen. Alleen daarna, dan... kan ik dus, als het goed is, jongens, eindelijk de Porsche ophalen. Heel de familie vroeg er ook naar van, heb je hem al? Ja, jammer genoeg nog steeds niet, jongens. Maar het duurt nog eventjes. En jongens, we zitten op de weg. Het grappige is dus nu, het is waarschijnlijk best wel druk. En je ziet het ook. Het is oprecht best wel druk op de weg. Iedereen, of tenminste heel veel mensen, zijn natuurlijk bij familie geweest. Zijn net op visite geweest. Dus het is nu 11 uur 's avonds en best wel heel erg druk op de snelweg. Heel Nederland gaat nu weer allemaal naar huis waarschijnlijk. Allemaal van de familie af, net zoals ik. Het is echt druk op de weg. Leuk. Ik vraag me af voor de mensen die dan nu ook deze vlog kijken, jullie dus. Of jullie gisteravond ook, zeg maar. Want het is voor jullie gisteravond. Of jullie dan ook bij familie waren en alles. Of jullie ook s'avonds pas om 11 uur naar huis waren. Denk het wel, namelijk heel veel. Hierop wordt weer ingehaald. Wat. En ik kan niet wachten tot mijn Ferrari terugkomt, jongens en meiden. Echt jammer dat die nu bij de dealer staat. Maar ja, het duurt eventjes. Waarschijnlijk krijg ik het pas in januari weer terug. Omdat dan alles klaar is, het onderhoud en weet ik veel. Maar jongens en meiden, het voelt zo leeg hier nu. Ik heb de Jeep nu ook niet binnen staan, want het staat op een laadpaal. Ik wil in ieder geval jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden en weer gelachen hebben. Want morgen was, komt er weer een nieuwe vlog online, jongens en meiden. En ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Dus ik ga het lekker hierbij laten. Morgen was, weer een nieuwe vlog. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.